Dat wij lopen, dat we het gezamenlijk doen. En niet iedereen staat vooraan en niet iedereen wordt uitgenodigd op tv, maar die persoon die zei, hey Jerry, heb je een warme jas? Weet je, die persoon die achterbleef en zei, oké, ik zorg ervoor, ik let op de kinderen zodat jij kan gaan, die draagt ook een steentje bij. De persoon die zegt, oké, ik maak de boterhammen wel, ik ben misschien niet zo luid en ik sta niet vooraan, maar die persoon die achterin is, those who have your back, those who pray for you so you can do your thing, die dragen ook een steentje bij, die zijn ook een deel van dat verhaal. Hey oh hi ya ya ya, hey oh hi ya 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 yo, hey oh hi ya ya ya, hey oh hi ya 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 yo, hey oh hi ya 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 yo, hey oh hi ya 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 yo, hey oh hi ya 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 yo. Een van de zaken die wij vandaag willen doen, is het van jullie vragen. Zometeen, je hebt een kaarsje gehad. In dat kaarsje kies je of je voor jezelf iets zegt dat je sterk maakt, of dat je je voorouder bedankt die ervoor zorgt dat jij vandaag hier kunt zijn om die strijd te voeren. Maar één van de dingen die je kunt doen, iedereen doet het voor zichzelf, maar we vinden het fijn als er mensen zijn die naar voren willen komen en hardop willen zeggen, dit doe ik voor mezelf. Omdat ik mijn geest wil voeden. Want onze geest, onze voorouders, onze geest kan niet kapot gemaakt worden. Want de geest is niet van geen enkel regime. De geest is van geen enkel white supremacy. De geest is van ons mensen die ze proberen te ontmenselijken. And that's what we're gonna do. We blijven onze geest sterk maken. Voeden. En ik wil van jullie horen, terwijl we naar voren komen, dat je zegt hoe jij dat doet, zodat de ander ook hoort hoe je het doet. En dan horen we van elkaar hoe we met elkaar ervoor zorgen dat we sterk blijven. Allereerst voor alle allereerst voor mijn opa en oma. Van mijn moederskant, die allebei in het verzet hebben gezeten tegen nazi's en me ook hebben geleerd om moedig te zijn en ook om de witte kant van mijn familie trots op te zijn. En aan de andere kant mijn inheemse familie uit Bolivia, eigenlijk iedereen, alle inheemse helden die nog steeds bestaan, ondanks een uitroeiingspolitiek en die op dit moment 80% van al het leven biodiversiteit nog hoeden, alhoewel ze maar 5% van de wereldbevolking zijn. To all indigenous brothers and sisters, dank en my struggle to end all forms of racism. Ik wil deze kaars graag aansteken voor mijn vader, mijn Ghanese vader, die er helaas niet
meer bij is vandaag. Vroeger als kind geloofde ik hem eigenlijk nooit toen hij het had over racisme. En mijn wereld was gewoon zo mooi en ja, ik geloofde hem gewoon nooit. Ik dacht altijd dat hij altijd een beetje over alles aan het overdrijven was en zo. En nu weet ik het, nu zie ik dingen en ik had er graag met hem over willen hebben. En daarom vind ik het ook zo mooi om te weten dat er wel heel veel mensen zijn hier om connecties mee te maken en antwoorden te vinden en met elkaar ervaringen te delen, et cetera. Daar haal ik echt heel veel peace uit en dat vind ik echt heel, heel erg waardevol. Dus dat wil ik heel erg graag met jullie delen. En daarnaast nog een laatste ding. Ik wil hem ook voor mijn witte moeder aansteken. Die de laatste jaren steeds meer en meer begrip toont voor wat er eigenlijk gewoon aan de hand is. En dat vind ik ook heel mooi om te zien. Progressie. Die zij zijn overkomen, die zij hebben overwonnen, of misschien niet. Gewoon überhaupt de individuele levens die zij allemaal hebben ervaren, die zoveel betekenen en zo sterk zijn. Zonder dat ze het misschien zelf wisten. Dat gewoon de basis is van hoe ik kan leven in deze samenleving. Ook al is het nog steeds niet perfect, het is wel allemaal door hun. Het is gewoon zo. Anda di mana mana selalu Dankjewel.